leerlingen enthousiast raken van het vak geschiedenis, maar tegelijkertijd dat zij ook zien dat geschiedenis een zinvol vak kan zijn. We gaan een stapje maken de tijd in, want vandaag staat centraal namelijk het jaar 1918. 1918 was het jaar dat onze nieuwe parlementaire democratie onder druk kwam te staan, aan het wankelen was. Expres een vraagteken en een uitroepteken, want was het zo wankel, die democratie? Pakken de draad op, eigenlijk een jaar eerder, in 1917. Waar staat deze cartoon ook weer voor? Voor de scholen. Sommigen wilden dat religie daar wel in zat. En... Ah, je zit in een hele goede richting, Noah. Deze cartoon verbeeldt de pacificatie. De pacificatie van 1917. Hij heeft veel orde in de klas, hij heeft veel autoriteit, maar tegelijk is hij ook in voor een grapje en is hij losjes. Dat hij iedereen goed kent en dat hij met iedereen een goede relatie heeft. Dat hij zijn powerpoints goed gebruikt in de les bij de theorie. Nederland was in deze oorlog neutraal gebleven. Deed dus niet mee aan de gevechtshandelingen. Maar toch had Nederland, net als alle andere landen in Europa, het heel erg moeilijk. Stijgende prijzen, voedseltekort, grote sociale onrust, frustratie, onvrede, werkloosheid. Allerlei onderdelen die ervoor zorgden dat ook Nederland het in die oorlogsjaren moeilijk had. En als het moeilijk is, wat ligt er dan op de loer, Jesse? Revolutie. Een revolutie, opstand. Mensen worden onrustig. Mensen willen daaruit zien te komen. En in deze jaren was het eerste land eigenlijk waar het misging in Rusland. En ook in een ander land, een Europees land, namelijk in Duitsland, brak er toen een socialistische revolutie uit. Hij bedenkt altijd leuke opdrachten die je dan in groepjes kan doen. Dat zijn de powerpoints en hoe die je die gebruikt bij de theorie. En als je al deze zaken bij elkaar dus in een pot stopt, werkloosheid, armoede, honger, sociale onrust, en je schudt dat, daar komt dan een stemming uit van, ja, hoe lang moet dit nog verder gaan? Hè? Hoe lang moeten wij dit volhouden? Dan mensen worden onrustig, mensen raken gefrustreerd. En uiteindelijk komen ze dus op die barricade. En dit was het teken voor deze man met name dat er iets moest gaan gebeuren. Wie was deze man, Tycho? Ja, nou, ik weet niet zijn volledige naam, maar iets met Jelle. Hij was in ieder geval in opstand gekomen voor de socialisten. Want hij wou dat het volk meer macht kreeg, maar hij wou niet de macht grijpen via opstand of revolutie, maar wel via verkiezingen en de politiek, door de politiek, zeg maar. Hartstikke goed, Tycho. Echt heel erg goed dat je dat nog weet. Pieter Jelle Stroelstra is deze man, de voorman van de socialisten in Nederland. Die kwam eigenlijk tot de conclusie dat er een sociale omwenteling moest komen. En die omwenteling die moest tot stand worden gebracht door middel van revolutie. Als leerlingen het klaslokaal verlaten en nog steeds bezig zijn met de les, dus dat ze vragen stellen, discussies voeren, dat geeft mij een heel bevredigend gevoel. De revolutie van 1918 was mislukt. En eigenlijk kun je zeggen dat Troelstra de situatie in Nederland niet echt goed heeft gebruikt om dan tot revolutie te komen. Geen daden. Hij is niet tot daden gekomen. Had hij dat wel gedaan, had hij snel gehandeld, was het misschien wel gelukt. In ieder geval tot slot, de Nederlandse regering die greep eigenlijk dat mislukken van die revolutie aan om nog heel even hun eigen positie te verstevigen. En dat deden ze door middel van het Huis van Oranje, de koningin, nog even flink op te hemelen. Een grote pro-Oranje betoging moest ervoor zorgen dat de rust weer wederkeerde in Nederland. Dat alles in de geschiedenis van onze wereld een verband heeft met elkaar. Alles heeft invloed op elkaar. Is dat de geschiedenis zich bijna altijd herhaalt. 8 begrippen gaan jullie invullen in dit schema. Maar die begrippen die kun je niet zomaar lukraak ergens neerzetten. Nee, ze moeten een verband met elkaar houden. Krijgen jullie 10 minuutjes de tijd voor? Ja, want de revolutie heeft met 1918 te maken. En Troelstra. Wat heeft nog meer met 1918? En welke wil je dan met Troelstra? Dan zou je dat de dan wil je hier de Russische revolutie doen. En dat hij af en toe wat minder theorie geeft. Een klein dingetje is wel dat hij soms te veel theorie geeft of geen filmpjes laat zien en dan wordt het iets te eentonig.
Maar kiesrecht in 1918 zal wel een goed verband zijn. Ja. Waarom? In 1918 Nederland kiesrecht wou misschien of zo. Was al gekomen in 1907 met de pacificatie. Maar in 1918 waren er voor het eerst verkiezingen met algemeen mannenkiesrecht. Oh ja. Heel goed, Tycho en Noah. Absoluut. Tot slot, dames en heren. Hoef je nu even geen antwoord op te geven, maar ik wil jullie wegsturen met een vraag waar we morgen mee beginnen. Denk jij of het mogelijk is dat in het huidige Nederland dat er een revolutie zou kunnen uitbreken? Ja? Dank jullie wel. Dat de beleidsmakers meer rekening houden en meer de mensen van de dagelijkse praktijk horen, omdat zij te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken, zoals volle klassen, kritische ouders, zorgplicht, dat soort zaken.